Nou, hebben we het gehad over megatrends. We hebben het gehad over jullie visie, over lokaal datacenter, regionaal. Wat is nou jullie missie? In één woord, verbinden. We willen graag mensen verbinden, we willen bedrijven verbinden. In een volzin, we geloven in een duurzame economische groei van de Food Valley. Er zijn een aantal mainports. Je hebt een paar fysieke mainports. Eén daarvan is Schiphol. Ja. De volgende is Rotterdam. Ja. En de derde, en dat is dan een virtuele, dat zijn onze datacenters. Het netwerk van datacenters. Dus een datacenter is een mainport naar de buitenwereld. Door juist deze mainport in te zetten, geloven we in een duurzame economische groei van de Food Valley. En waarmee we dus concurrerend kunnen zijn ten opzichte van de Randstad. En concurrerend kunnen zijn, langjarig concurrerend kunnen zijn ten opzichte van zelfs een Silicon Valley. Ik wil dat heel graag ook illustreren met een klantcase inmiddels. En de klant is een groot ICT-bedrijf in Ede. Wat een bepaalde dienst biedt aan zijn klanten. En daarmee maken ze al gebruik van het andere datacenter wat in Ede is. Onze collega. Zij konden hun dienst niet uitbreiden omdat ze maar één datacenter tot hun beschikking hadden. En van hun klanten de eis kregen voor een stukje backfill, een stukje redundantie zoals dat technisch heet. Want als de collega uit zou vallen, zou hun dienst uitvallen. Juist door de komst van DC Valley in de regio, kunnen zij daadwerkelijk, het datacenter in de Vallei, kunnen zij hun dienst uitbreiden. En kan ook onze collega de dienst uitbreiden, onze collega. En wij kunnen onze diensten verder uitbouwen. En op die manier is het een, door middel van een klantcase, zien we dat het de duurzame economische groei in de regio wordt ondersteund. Nou zeg je duurzaam, maar een datacenter verbruikt heel veel energie. Waar komt die vandaan? Onze energie komt van de windmolens die op het industrieterrein staan. Dus we hebben al groene energie. Mm-hmm. Daarnaast komt onze koude uit de grond. Want onze technologische partner uit Hoevelaken, die heeft op dit industrieterrein PTA 12 een heel groot WKO warmte-koude opslag infrastructuur gebouwd 6 jaar geleden. Uh-huh. En juist omdat we die infrastructuur kunnen gebruiken, zijn we een regionaal datacenter met internationale standaarden als het gaat over duurzaamheid. Natuurlijk zal ons datacenter energie gaan gebruiken, maar vele malen minder dan onze collega's. En we zullen bij gaan dragen aan de energietransitie. Juist omdat we ook de restwarmte van ons datacenter terug gaan geven aan de bedrijven in de directe omgeving. Nou hebben we een grote plantenveiling. Ja. Die heeft vandaag ook zijn grote zonnendak in gebruik genomen. Mm-hmm. Daar profiteren jullie straks ook van mee? Of, daar, gaan we ook daar gaan we ook van mee profiteren. De plantenveiling die profiteert nu al van de koude opwekking door middel van deze infrastructuur waar we het zojuist over hebben. Mm-hmm. En we gaan straks ook de warmte mogelijkerwijs ook nog koppelen aan de biomassa-centrale die net aan de andere kant van de A30 staat, waarmee we ook stadswijken kunnen gaan verwarmen. Nou, dat klinkt allemaal heel duurzaam. En dat is prachtig. We gaan inmiddels ook weer naar de volgende plaat luisteren. Hier komt Bruce Springsteen met My Hometown.